Ik heb een cadeautje voor jou, Lin. Yes. Nee, niet zo. Wat ik weet het niet. Yes. Nou, stop, maar ik schrok je er nu uit. Ja, wat is dit nou? Hoe kan dit nou? Maar één, dat word ik sowieso niet, want ik heb een spiraal. Misselijkheid heb ik dus wel. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug eens op... Zo. Wow, ik hoorde ineens even een raar geluid in de verte, jongens. Ik dacht dat het een straaljager over ging, maar die ging niet over. Een hele goede morgen en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag een heerlijke dag, zo te zien. Hey, ik ben trouwens zo blij, jongens, met... Kijk hoe lekker licht die kamer is, die nieuwe vloer. En nu het zonnetje erop schijnt. Hallo! Ja, het is echt geweldig. Ja, dit beeld heb ik gemist de laatste dagen. De hele squad ligt weer samen. Hallo! Met z'n allen gewoon. Jongens, wat een gezelligheid. Met z'n allen. Kijk dan. Oh, wat schattig. Ja, Poekie heeft natuurlijk dagen boven gezeten. Maar nu... Hey, zitten we allemaal hier lekker beneden voor de deur, jongens. Hey, Poekert. Lekker gezellig bij de rest. Kijk, een lekker eitje als ontbijt, jongens. En hey. Hallo, meneer de Poekepoes. Hoe durf jij? Hoe durf jij? Ga er maar even heel gauw af. Oh. Hij mag gelukkig wel dus weer lekker hier lopen beneden. Hè? Want je hebt echt 4 dagen boven gezeten, vriend. Maar op het aanrecht is het niet zo handig. Poekje, poekje. Maar jij hebt nu je allergiepil genomen, hè? Dus ja. Dat mocht gewoon. Ja, we zullen zien hoe het gaat. Ik ben benieuwd. Je hebt nog geen 1 keer geniest sinds dat je de operatie gehad hebt. Nee, helemaal niet. Hoesten wel, maar hoesten kan dus inderdaad gewoon wel. Het is niet dat het helemaal gelijk open splasht in je keel. Dat je gelijk allemaal bloed van alles hebt. Dat klonk heel smerig. Maar niezen, ja, dat weten we niet. Zeg maar, jij hebt het ook gewoon niet gehad. Nee, en normaal nies ik echt heel vaak. Ja, maar dat komt ook door die kat. Ja. Poekie, we moeten even kijken of jij de boosdoende bent, hè? Oh, hij loopt zo schattig altijd hier. Nou, in ieder geval is hij weer lekker erbij. Hè, kind? Ik ga mezelf even opfrissen en echt die deurmat van mijn kin afhalen, want het ziet er echt niet meer uit. Oh, ik testte hem even of hij het deed. Let op, het rode lampje brandt. En je hoort een piepje, hoor je dat? Dat betekent dat hij bijna leeg is. Dus ik laat hem eerst maar even op. Oh shit, dat gaat niet helemaal lekker. Ik ga hem eerst even opladen, want anders stopt hij straks halverwege. En dan is de ene baard er wel, de ene kant van mijn baard er wel af. En de andere kant niet. Dat zou ook niet goed zijn. Nou, daar ligt hij dan. Kijk eens, dit was hem. Dit zat er allemaal op. Zo, het is nog best aardig vat hier, als ik het zo zie. Gaan we allemaal even lekker wegspoelen. En kijk eens, het is allemaal weer even lekker wat korter ook dus. Ja, wel echt even wat beter zo. Ik ben weer compleet een ander persoon, jongens. Ik lijk gelijk 10 jaar jonger. Ik ben echt in shock. Ben je in shock? Echt in shock, ja. Hoezo? En ik zei nog in het begin, haal hem er eens een keer helemaal af. Ja, maar hij is niet helemaal af nu, hè? Hij is voor een groot deel af nu. Ja. Nou, grijze haren in je baard. Wat? Maar yo, Gio. Zijn ze grijs? Is het blond of grijs? Het lijkt grijs. Wow. Ja jongens, de 26 gaan we naartoe. Nou, in ieder geval... Oh, ja. Ja, ik zie er wel echt gelijk weer een stuk jonger uit. Moet je er echt van wennen? Ja, eerlijk gezegd wel echt heel erg. Vind je het zo erg? Ja, ik vind het niet negatief. Maar ik bedoel, zeg maar, het is echt een verschil. Er is altijd maar 1 persoon die de auto nooit hier op de oprit zet, maar altijd aan de zijkant van het huis. Dat is mijn plekje, zegt ze. Altijd hier? Dat is mijn plekje. Waarom zit je auto altijd hier? Dat is mijn plekje. Hoezo? Gewoon, dat is toch makkelijk? We hebben een mega oprit en dan ga jij altijd hem bij de buren zetten. Ja, maar dit is niet bij de buren, dit is jouw weg. Nee, officieel loopt de scheidingslijn, die loopt volgens mij vanaf hier. Volgens mij. Tot hier? Ja, wow. Dit is hem. Nee, of officieel? Wow. Nee, officieel gezien wel, ja. Nou, dan ga ik hem even ergens anders zetten. Nee, ja, je mag hem wel hierop zetten. Maar kijk jongens, we hebben nog genoeg ruimte daar. Dus in principe had ze hem ook makkelijk daar altijd kunnen zetten. Maar Mel zet hem altijd hier neer. Ik weet eigenlijk niet waar precies die scheidingslijn loopt. Maar volgens mij is dit wel... Dit hoort wel bij Sidra, de buurvrouw. Ik zie dat jij een cadeautje hebt. Ja. Die is voor Lin. Voor Lin, ja. Want hij is roze ingepakt. Inderdaad. Wat leuk, hè? Leuk, hè? Hey! Geen idee wie dat was. Maar oké. Wat ik denk dat het is? Ja? Ik denk die cup. Die is toch niet dit formaat? Ik weet niet wat het is. Schoenen. Schoenen? Ja, schoenen denk ik. Ik weet het niet. Ik denk dat het schoenen zijn. Mel heeft ook allemaal spelletjes meegenomen en een cakeblik. En de Switch. Ja, deze miste ik. Deze had ik nodig. Een Switch? Ja. Hoezo? Welke
kunnen we gamen. Ik heb ook een thuis switch hier. Oh. Jij gaat een cadeautje krijgen. Jij gaat een cadeautje krijgen. Van? Ja. Van je zus? Ja. Ik weet het al. Je weet wat het is? Ik denk dat ik weet wat het is. Ik dacht het is deze cup. Ja? Maar dat is hem niet. Niet? Nee, volgens mij niet. Melanie! Ja? Wat heb jij? Nou, kijk eens. Dank u wel. Mag het wel met katten? Ja, mogen toch? Ja, wij hebben ze ook gewoon staan. Tulpen kunnen wel met katten. Nou ja, ze zeggen van niet, maar ze zitten er bij ons niet aan. Nou, Sniesje gisteren wel. Daar ja. We hebben dus wel dus ook lelies ooit, jongens. Nou, toen ja, Sniff is toen 2 dagen lang bij de dierenarts geweest, omdat hij bijna dood was. Ja. Super stom. Ja, dat is logisch dat dat stom is trouwens. Maar ja, nu hebben we dus hier tulpen. Okay. Maar jij had gelezen dat het ook giftig kon zijn. Ja, dat had ik. Nou, ik gooi ze wel gelijk weg dan. Nee. Gaf je moeders. Oh ja. Ja, ja. Ja, de ouders van Lin, kijk, die hadden ook inderdaad tulpen meegenomen. Dus die hebben we hier neergezet. Want hier komen de katten gelukkig niet bij. Ze zitten ze nooit. Maar het is altijd een beetje eng met bloemen. Wat nou wel niet kan. Lelies kan sowieso niet. Nee. Dat is echt giftig. Ja, ik heb ze wel thuis staan, maar bij ons zitten ze er nooit aan. Nou ja, bij ons wel. Ja, dan zitten ze overal aan. Oh, ik loop mee met mijn zusje. Ik loop mee met mijn zusje. Waarom ben je zo blij? ik heb een cadeautje voor jou, Lin. Zit hier weer wat ik denk dat hierin zit? Weet ik niet. Hoe ben je zo blij, man? Als het zo is, dan gooi ik die gelijk weg. Ja. Huh? Yeah! Is het wel? Ja, sowieso. Sowieso. Kan ik deze doos makkelijk openmaken? Ja. Hey. Yeah! Oh, het is wel die beker. Ja, het is. Oh ja. Oh, hij is veel mooier dan die van. Wow, kijk dan. Snap je nou waarom ik deze wilde? Ja, nu snap ik het wel. Dankjewel, ja. Mandy. En dan dit. Oh. Ja, hij is wel echt een stuk mooier inderdaad. Hij is echt veel mooier. Ja, ik pakte hem ook uit. Ik dacht, wow, hij is echt vet. Ja. Ik ga deze echt gelijk vullen. Kom maar, ik vul hem wel. Let's go! Nou, dan gaan we gelijk weer de ijsbeker vullen, jongens. Melanie heeft altijd, zeg maar, van die dingetjes. Daar hadden Lynn en ik het laatst over. Melanie heeft altijd van die dingetjes waar je gewoon nooit aan zou denken. Oh ja? Ja. Wat hadden we daar laatst, Lynn? Dat stonden we in de badkamer, toen gingen we helemaal stuk van. Toen zei je. Ik had die dingen om oplossen, om mijn gezicht te lossen. Ja, toen zei je, kijk eens wat ik van melk gekregen. En toen zeiden we, je melkt altijd van die dingen waar je nooit aan denkt, maar die wel fucking handig zijn. Van, ja. Maar echt van die onzin dingen. Nee, dat is geen onzin. Ja, laat deze zien. Kijk, dit heeft Mel dus. Let op. Kijk. Als zij de telefoon aan een raam wil plakken. Kijk, zo. Dat is toch handig? Ja, heel handig. En dan heb je altijd mooi licht. Want vanuit een raam heb je altijd mooi natuurlijk licht. Ja, het is wel nice. Kijk, maar. Oh, kan ik er gewoon trekken? Ja. Hier. Dit. Dat is toch ideaal? Maar ik heb het nog nooit gezien. Hoe kom jij dan ook weer bij? Ja. Ik had het op TikTok voorbij zien komen. Maar dit is altijd van die snufjes. Maar 70 cent of zo. Zo goedkoop. Op Temu. Oh ja, dat. Die website. Daar heb je allemaal van die gekke dingetjes. Ik heb gisteren in de vlog verteld, jongens, dat ik een meeting gehad heb, zeg maar, over de overkapping hier in de tuin. Dat is dus hier naast, hier achter mij. En ik heb hier dus een heel mooi boekje. Outdoor Living staat er op. Kijk, je ziet hier al een hele mooie overkapping ook op staan. En eigenlijk is dat ook wel een beetje wat er op gaat lijken met die screens en zo. En die zonneschermen. Want je kan dus straks waarschijnlijk ook gewoon met de zonneschermen dicht doen. Als de zon, zeg maar, te fel wordt. En nou, er komen misschien zelfs ook heaters in. Dus dat is ook nog wel hartstikke mooi als die erin komen. Maar ja, verlichting, alles erop en eraan. Ik zit even te kijken of ik even een goed plaatje kan vinden. Want hij komt uiteraard in het wit. Kijk, je kan hem dus ook dicht doen. Dat ziet er dus ongeveer zo uit. En dan heb je s'avonds ook gewoon verlichting. Maar omdat je dan dus ook heaters erin hebt zitten, gaat dat ook wel heel erg mooi worden. Want dat betekent als je bijvoorbeeld, nou ja, je zou zelfs dus eigenlijk met dit weer, nu het niet zo lekker warm is, zou je dus ook gewoon buiten kunnen zitten onder die heaters. Of gewoon lekker, nou toch lekker een beetje in de frisse buitenlucht. Kijk, dit is die heater, zo zien die eruit. Die zitten er echt in verwerkt ook. Het is echt wel hele mooie...
mooie overkappingen. Hier, check dit. Zo kan het dus ook. Je kan ze dus echt kantelen straks, die schuifpanelen aan de bovenkant. De verlichting kan er ook dus zo aan de zijkant in zitten. Nou, ik kan dus wel voorstellen dat dat wel echt heel mooi gaat zijn als hier straks een mooie strakke tafel staat. En dat je dus hier die overkapping hebt. Ook echt vooral voor 's avonds of als het een beetje donker begint te worden. Echt wel nice met die verlichting. Kijk, hier zie je ook nog best een mooie foto zo van zo'n overkapping. Echt heel, heel strak. Mooi. Mel en ik gaan samen even de deur uit. We gaan even naar de supermarkt toe, want we gaan even wat halen. Omdat wij wilden dus eindelijk de cake gaan bakken die ik al een paar dagen heb liggen. Maar we hebben een boerencake. Waarom ben jij zo blij? Nee, ik had een liedje in mijn hoofd. Wat dan? Nee, niks. Oké. Okay. Ik heb ook een liedje in mijn hoofd. Weet je wat het is? Zet het huis op stelten. Weet je wat die van is? Ja, van de Bellingaard. De Bellingaard. Ja, die zit in mijn hoofd, jongens. Ik weet niet. Dat liedje zit de hele tijd in mijn hoofd. Ja, ik doe de boodschappen. Elke dag weer naar de supermarkt. Ken je ook? Nee, die ken ik niet. Huh? Waar is die van dan? Ja, weet ik niet. Dat heb ik ooit een keer, heb ik die volgens mij ergens gezien. Oh, die ken ik niet. Nou, we gaan in ieder geval... Volgens mij staat het boodschappenlied. Het boodschappenlied? Ja, bestaat dat? Ga je nu het zal vast al bestaan, denk ik. Ik weet het niet. Zo, deze ruikt echt lekker. Niet als je bezig met me bent. Geen broederliefde, maar die teentjes werden ems. Het is algemeen bekend. Maar die boerencake die we dus hebben, was echt de meest saaie cake die we kunnen maken. Dus we gaan of een taart maken of iets anders. Ja. Oh. Wat voor taart vindt Lin lekker? Dat weet ik niet. Weet ik echt niet. Nou, we gaan wel gewoon kijken wat ze überhaupt in de aanbieding hebben bij de Appie Heijn. Nou, ze hebben alles. Ah, maar Jig, zeg je, ze hebben alles. Maar je hebt wel een springvorm. Ja, die heb ik wel. Oké. Okay. Boodschappenlief. Komt-ie. Ja, ik doe de boodschappen. Ja. Elke week bij de Jumbo. Ik stel dan altijd lekker online, want dat vind ik altijd super fijn. En pindakaas. Ja, ik doe de boodschappen. Oh, ik dacht, er kom je echt een domme bierdrop of zo. Maar dit is het nee, wel. Volgens mij ga je dan steeds dat lijstje langer. Dit is Marcus Vlogs, hè? Dat is een YouTuber gewoon, jongens. Ik weet niet, hij is best wel bekend, Marcus Vlogs. Ken je hem? Ja, maar dit is wel een... Nee, ik ken hem niet. Oh. Maar dit is wel een cover, toch? Dat denk ik, ja. Ik bestel dan altijd lekker online, want dat vind ik altijd super fijn. En pindakaas, een pakje noedels, een tosbananen. Ja, dat is langer. Ja, ik doe de boodschappen. Oké, genoeg. Ik vind het helemaal prima zo. Nou, stop, want ik schrok je er nu uit. Wat is dit? Ik wil kaas. Zo. Ik wil kaas. Ik wil kaas. Laatste keer. Ik wil horen. Ik wil een lekker biertje. Zo, dit is ik wil kaas. Ik ben ook een klantnummer. Ja, hé. Hey. Ja joh, gewoon je vingertje opsteken, dan is het goed hè. Oh joh, ik gaf niet eens voorrang, maar oké, weet je, we zijn in de goede bui vandaag. We staan bij de bakafdeling en we hebben genoeg keuze. Ja, mij lijkt deze ook wel lekker, maar dit is wel ook heel simpel eigenlijk hè, gewoon brownies. Ja, maar wel lekker. Weer cupcakes. Geen cupcakes? Nee, daar kan je ook niet veel mee. Die moet je alleen leuk versieren. Ja, en die gooi je ook zo gelijk naar binnen inderdaad. Wow, je kan ook je eigen roze koeken maken, kijk dan. Ja, dat is helemaal niet. Meis? Ja, je hebt Lastig. Je kan ook gewoon dit doen. Wat is dit? Doe je in een mok. Klaar. Ja. Nee, ja, mukcake. Dan ben je heel snel klaar. Ja, ik vind monchou ook altijd wel lekker. Vind jij dat dit? Lekker? Ja. Ik weet niet of Linda van houdt. Nee. Vind je wel geen lekker. Idee. En dit is heel luchtig. Wat? Luchtig. Daar is heel weinig van. Dit zal vast een goede zijn. Choker van cake. Oh! Die ziet er ook wel goed uit. Wolken, dus die is heel luchtig. Heel zacht, denk ik. Ja, zullen we deze doen? Ja. Oké, hij staat heel mooi op de plaatjes, maar de vraag is of ons dat gaat lukken. We hebben dus ook deze dingen gehad. Kijk, decoratiestiften. Dus kunnen we ook nog wat leuks van maken. En wat dingetjes voor erop, versiering. Nou, top. Oké, wij zitten. Die is decoratiestiften. Wat voor boodschap gaan we erop schrijven straks? Beterschap. Heel cliché gewoon. Lin, jij bent de liefste die er is. Lin, jij bent mijn vriendin. En ik hou van jou. Jij bent mijn vrouw. Is ze dat al, ja? Nee, natuurlijk niet. Kijk. Al onze ingrediënten staan hier. Kijk, deze gaat dus weg, de boerencake. Oh, sorry, dat was niet nodig. Maar waarom? Ik vind die juist lekker. Dat is mijn lievelingscake. Schat. Dan maken we er twee. We hebben deze voor jou meegenomen. Dat weet ik, maar die ga je toch niet weggooien? Nee, dat is een grapje.
Oké, nee, even normaal jongens. Kijk, we gaan deze gewoon even... deze netjes hier in de la leggen. Want we gaan vandaag voor de wolkencake. We gaan iets moois voor jou creëren. Hey. Ja, super. Alleen wel zonder dit voor mij, ja. Want ik het echt pijn doet op mijn keel. Oh. Kut. Ja, dan doen we wel de helft. Ja, de helft versieren we. Ja. En de helft niet. Oh, ik dacht, ik ga het helemaal mooi maken voor je. Ja, dat is toch goed? Ik kan het ook gewoon afhalen nog daarna. Ja, dat is wel waar. Ja, maar hier, deze gaan het echte werken. Ja, ja, klopt. Die worden mooi. Stap 1 is uiteraard de hygiëne. Je hoort het wel hierachter. Even lekker de handen wassen. 20 seconden. Ja? Met zeep. Zo, dat is gebeurd. We hebben hier de kotsbak van Lin, dus deze gaan we lekker gebruiken. Ja, lekker. Heerlijk. Oké, ja, deze kan weg. Dat is wel echt de kotsbak van Lin trouwens. Oh. Echt? Dus doe maar deze. Nee, tuurlijk niet gek. Ik weet niet waar die voor is eigenlijk. Oh. Die staat toch maar zomaar. Kijk, die bak gaat weer mooi de kast in. Zo, oké. En dan hebben we hier het bakpapier liggen. Kijk, kan ik jullie gelijk een beetje een tour geven hoe bij ons de hele keuken ingedeeld is? Kijk, dat hebben wij namelijk hier liggen. De cake mix. Nou, stop je neus er maar in, Mel. Ja, dat gebeurde net al. Oh, kijk, lekker, lekker. Nou ja, lekker is het nog hij niet, hè? Hij stuift wel. Wat zeg je? Hij stuift. Ja? Ja, allemaal... stuift. Zo, oh, het ruikt wel lekker eigenlijk al. Ja, je ruikt het gelijk, hè? Dat is die vanille. Je ruikt die vanille, inderdaad. Heerlijk. Ja? Hoe zeg jij vanille? Ik wilde echt precies hetzelfde zeggen. Je hebt mensen die zeggen vanille. Dat zeggen wij eigenlijk altijd. Ja. En mensen die zeggen vanille. Maar volgens mij is het vanille. Dat ja, tweede. Ja, dubbel L. Ja, dat spreek je als een J uit. Ja, ik zeg altijd vanille. Oké, wie is team vanille en wie is team vanille? Daar ben ik wel benieuwd naar. Laat maar achter in de comments. En hoe gaan ze dat uittypen dan? Dat mogen ze zelf uitzoeken. De eitjes gaan erbij. Ja, we hebben wel... Wow. Nee, je kan harder daarop tikken. Wat is het hard? Is die hard? The fuck? Nee. Zijn ze al gekookt? Nee. Had ik dacht wel, ik slaag me niet hard genoeg. Hoppa. Je bent te voorzichtig. Okay, zitten er geen schilletjes in? Nee. Zo, dan doe je netjes. En anders proef je dat lekker daarna hoor. Lekker crunchy. Nee, dat is niet goed voor Linde keeltje. Een hard eitje? Ja. Als er schilletjes in zitten, bedoel ik. Oh, oh ja, weer geen schil volgens mij. Netjes! En de laatste? Wil jij de laatste doen? Nee, doe jij maar. Okay. Dat doe jij zo goed. Maar gaat hij niet kapot? Hé, deze is echt hard, man. Hè? Okay, deze is echt heel hard. Wat? Hoe kan... Oh, oké. Okay. Gewoon hard tikken, ja. Ik sloeg op de verkeerde rand, denk ik gewoon. Nou, dat zit er al mooi in voor onze taart. Volgende stap, de slagroom. Kijk eens. Oeh, lekker. Ja, dit ziet er al lekker uit, hè? Dit ziet er heerlijk uit, hè? Hey. Nou, hey, dit gaat lekker worden straks. Nou, ik ben benieuwd. Tot de laatste druppel, hè? Ja. Gaat dat wel? Dit gaat echt alle kanten op, heb ik gevoel. Ja, dat is... ja. Dit gaat echt niet goed, Mel. Jawel. Heb je een nieuwe trui aan? Welke stap? Jawel, op de laagste stand moet hij. Dit is de laagste stap toch? Okay. Oh nee, dit is de hoogste stand. Oh. Oké, jongens, het gaat goed. Ja, maar hij zit volgens mij niet vast. Nee, maar het werkt wel. Nou, het ziet er al luchtig uit. Oh, als je hier dan altijd zo'n vinger uitneemt, dat is ja, echt hè? Lekker. Dat is lekker altijd. Nou, dit mag je... Ik zag op de verpakking 10 minuten blijven doen. 10 minuten? Ja. Meen je dat? Ja. Ik krijg een lange aanval straks ook. Nee, geintje hoor. Oh, ik dacht al. Drie minuten. Nou, we gaan van standje 1 naar 10. Ja, want er moest blijkbaar ja. De laatste, als het in elkaar geklopt is, dan ja. Moet je nog op de hoogste stand moeten gaan. Ja. Want dan maak je het luchtig. Dus nu moet je hem 3 minuten Dit blijven. 3 minuten? Ja, totdat hij luchtig... Kijk, je ziet het al, hè? Ja. Totdat hij lekker luchtig is. Oh, lekker luchtig hoor. Weet je wat hij ook lekker luchtig is? Als je hoppa. Zo, plafond. Nou, dit ziet er wel goed uit hoor. Het hele zakje cacao. Helemaal, hè? Ja. Oeh, zo, kijk eens. Oh. Dat ziet er lekker uit. Oh, nog meer? Zo, dan ruik je ook gelijk goed de cacao, jongens. Oh, weet je nog vroeger die cinnamon challenge? Hetzelfde als met cacao, hè? Cinnamon challenge, jongens, ik weet niet of jullie dat weten. Moet je inderdaad een eetlepel cacao in je mond... Kaneel. Kaneel in je mond nemen.
En dan kijken wat er gebeurde. Maar daar zijn mensen aan dood gegaan volgens mij. Ja, dat is echt heel gevaarlijk. Maar dat is hetzelfde met cacao, hè? Want dit is ook zo... Je moeder trekt in je keel. Ja. Inderdaad. En klopt. Dan... Oh, als je dat blijft zitten. Kijk, we moeten nog even één eetlepel melk bij doen. Ja. Ik heb dit ook een keer als je dit zo opsnuift, zeg maar. Ja, niet opsnuift, maar zo... Snuif je? Nee, als je dit zo in je neus Mel, krijgt. Doe de camera maar even weg. Gaat het? Nee, maar als je dit... Stoppen. Als je dit... Gaat het? Nee, we moeten echt eens op gang doen, denk ik hoor. Ik bedoel, als je zo... Als je dat in één keer zo in. Ja, dat gaat ook niet lekker. Doe jij de eetlepelmelk maar. Schuif is een verkeerde woord. Maar als je dit zo inhaleert zo, dan moet je ook uit hoesten. Oh, oh lekker, oh. Lekker. Ja, kleur er maar in. Het is echt weinig. Ja, nou, als het er staat. Laat maar, joh. Nee, joh, een beetje op. Ik ben lactose intolerant. Oeps. Zo min mogelijk melk. Oh, dat denk ik misschien ook wel. Hé. Hey. Oh, wacht. Moet ik nog steeds op de hoogste stand? Ja, volgens mij ik wel. Ik heb even een middenmaat. Even een 6. Ja. Zas. Zas. Oh, we hebben volgens mij echt te veel beslag gebruikt al. Ik denk het ook inderdaad. Nee, ik denk dat het wel prima is. Nou, dan gaat het laatste erbij. Kijk. De chocola komt er lekker in. Oh. Wordt een ronde cake. Ja. Ja. Nee, het is een beetje taartachtig. Okay, oh, ja. Een wolkentaart. Een wolkentaart inderdaad. Oh, leuk. Mooi, hè? Ja. En dan moeten we nu nog met een vork, jongens. Dit hier. Moeten we dus er doorheen om dan dus dat marmer effect te krijgen. Ja, dus dan doen we eerst dit helemaal even verdelen. Mooi. Ja. En dan... Ik ben echt heel benieuwd of die gaat lukken, net zoals het plaatje, jongens. Kijk. Nu moet het lukken. Oh, dit gaat voor dat mooie effect zorgen. Ja, zie je? Want nu krijg je dit. Dat witte, dat moet meer omhoog komen, denk ik. Ja, ja. En misschien hier nog. Oh, dit is zo lekker, jongens. Als je dit kan aflikken. Oh. Heerlijk. Lekker, hè? Zo. Je vingers bij af te likken. Hij is helemaal klaar. Wauw. Nou ja, nog niet helemaal klaar, want hij gaat nu de oven in, jongens. 50 tot 55 minuten. Moet hij erin? Op 140, oh maar 140 graden, joh. 140 graden, ja. Nou, daar gaat hij. Ik ben echt heel benieuwd hoe die gaat worden. Straks. Oh, dit gaat lekker ruiken dadelijk. Ja, denk ik. Het ruikt nu al een beetje lekker. Het ziet er een beetje uit nog als een rommelig hoekje door alle ballonnen en dingen die hier staan, jongens. Maar kijk even hoe leuk. Ik heb dit lampje erin gedaan. Lifetime Justin Bieber. Nou, en deze lamp hebben we hier neergezet, waardoor we toch een beetje licht hebben hier in de hoek dus. Gezellig zo. En kijk, mijn moeder heeft deze meegenomen. 4 keer. Beste brandweer, hier wonen ook 4 katten. Kleed de sticker en help de hulpdienst die je huisdier redden. Nou, het is een situatie waar je uiteraard nooit van uitgaat. Nee, zeker niet. Dat is echt een ramp. Maar het is toch voor de zekerheid. Hè? Hang ik hem toch hier aan de voorkant bij het huis. Zodat de brandweer... Nou, ik wil er niet eens over nadenken, zeg maar. Het is eigenlijk zo stom. Je hoopt echt natuurlijk dat het nooit gebeurt. Of dat je dat nooit nodig hebt. Maar voor de zekerheid... Kan je het toch wel hebben. Nu kan ik hem hier plaatsen. Zal ik het hier doen? Of zal ik hem op het raam? Nou, op het raam is lelijk. Ik denk hier tussen ergens. Oh, dat kan ook, ja. Of dan de... Ja, ik denk gewoon hier. Maar iets naar links. Wel op het zwart. Ja. 4. Kijk. Zo. Nou, die past er mooi bij, toch? Ja. Beste brandweer, hier wonen ook 4 katten. Hartstikke mooi, ja. Kijk, ik weet niet wat de logischste plek is als een brandweer naar binnen rent, zeg maar. Of die dan... hier nog naartoe kijkt, of dat hij eerder naar het glas hier zou kijken, maar op het glas staat het niet mooi, want hier heb je de bordjes hangen, dus dit is beter, ja, denk ik. Ja, past er mooi bij, ook een beetje zilver. Ja. Nou, nou, maar laten we hopen dat we dat... nooit gebeurt. Nee, dat, nee. Dat ding compleet overbodig is. Ja. Want, We hebben in ieder geval je best gedaan, toch? Wat zeg je? We hebben in ieder geval je best gedaan. Ja, kijk, want hier heb je ze zitten. Hallo, de sniffert. En de sniezert. Oh. Ja, jongens, ik zou echt mijn huis... Ik zou denk ik echt mijn huis nog binnen rennen. Gewoon proberen om ze te redden. Oh, je hebt een sticker opgeplakt. Ja. Ik zou sowieso naar binnen rennen. Mag niet, hè? Mag je niet? Wat houd je tegen? Echt? Oh, kijk eens. Nog 12 minuten. Kijk hoe groot hij al is. Oh ja, je ziet het niet echt lekker er doorheen. Ja, hij groeit als hij warm wordt, hè? Komt jongens, het moment van de waarheid. Oeh. Zo, het ruikt lekker. Ja, hij ruikt echt goed. Zo, hij ruikt echt heel lekker, hoor. Oké, overhandschoen. Zo, hij ziet er echt goed uit. Ja, hij ziet echt... En die poedersuiker ziet er ook mooi, zo mooi uit. Zo'n marmer effectje, toch? Oh, nee, niet op je... Zet hem dan op je kookplaat, ja. Oké, jongens, ik sta mijn best hier te doen op een kunstwerkje. Mel! Oh, het is de allereerste keer dat ik het ooit in mijn leven doe. Een kunstwerkje maken.
Zie je wat staat? Hartje links. Cute. Is het mooi geworden? Ja. Vind je het mooi? Ja. Je hebt je best gedaan, daar gaat het om. Daarom. Nou. Hey, ik denk dat we hem gewoon even gaan aansnijden, of niet? Ja, gaan we moeten eigenlijk nog poedersuiker overheen, toch? Nou joh, genoeg poedersuiker, toch? Lijkt mij. Wil je nog extra poedersuiker? Ja. Zo, wat was dat? Een boertje. We gaan hem even aan Lil laten zien. De taak is dus klaar. Kijk eens. Wacht even. Ja. Kijk maar even Siri. Lief boertje. Mooi. Dit is cute. Leuk, hè? Dat lusje in de N maakt het ook. Dat lusje in de N, ja. Er zit een lusje ja, in. Ja, dat is een mooi kunstwerk, ja, hoor. Ja, dat is een mooie taart dit, hè? Ah, wat lief. Ja, ik wil echt graag foto's maken. Dat is heel lief, Theo. Wat? Ik vind het zo fijn. Cute. Dankjewel, schatje. Ja, is die marmer? Oh, nee. Is die geluk? Nou. Gewoon een bruine taart. Ja. Hoe kan dat? Nee, kijk hier. Deze kant is denk ik daar wel beter. Daar is misschien meer geluk. Ja. Nee, maar je hebt een trucje. Maar ik denk niet dat het lukt. Ik denk dat je daar die andere slag aan rond. Wat dan? Heb je dat nooit gezien? Nee. Als je zo doet, dan wel. Nee. Die andere vrouw. Oh ja, dan klopt hij zo de lucht in en dan kan je zeg maar, ja, ik snap hem. Nou, de taart is al gelijk helemaal op. Zo, we hebben echt een goed werk geleverd. Ja, hij was echt lekker. Zo, hij was echt heel lekker, hè? Dat moet jullie vaker doen. Ja, nou, ik zeg je eerlijk, ik vond het echt geweldig. Ja, hij was echt heel goed. Ja. Alleen hebben we niks voor papa overgehouden. Papa komt ook nog. Nee, maar hij wil toch nog een stukje mee naar huis. Wilt hij een stukje mee naar huis? Ja. Oh, echt. Ja, we hebben nog wel. Oh, wel. Ja, we hebben nog wel. Hoe vond jij hem? Lekker. Ja, hè? Kijk maar naar het bordje. Ja, hey, die ging lekker naar binnen. Ja, die ging goed naar binnen. Jongens, ik heb hier een... Maar hij moest toch weg. hij mag niet bij Liz zitten eigenlijk. Poek. Sorry, ik moest even mijn keel schrapen, poekie. Ik heb hier twee kale crocs. En kijk, ik heb hier dus al mijn jibbits vanuit Miami. En... Oh ja, en die ik van jou gekregen heb. Dat klopt. Dus we gaan eventjes mijn crocs hier een beetje mooi customizen. Ga je ze even random doen? Wat? Ja, daar zit een heel systeem achter, hè? Ik zit helemaal te passen en te kijken wat mooi staat. En jij drukt ze gewoon random in. Ja, maar ik ben een jongen, hè? Maar mij boeit het niet. Ik doe gewoon hier visje bij visje. Nee, juist niet. Dan moet je juist vis links en een vis rechts doen. Wow, besef hoe anders mannen denken. Ja, what the fuck. Wat? Maar gewoon visje bij visje zo. Mam, zou jij twee vissen op één krok doen of één op de één? Nee, één op de één op de ander. Ja, zie je, dat is echt mannenlogica. Zo, dit is zo lelijk. Denk ik. Oh, kijk. Oh. Hoezo is dit zo lelijk? Oh, ik durf het niet eens zo te doen. Jawel, doe maar. Ik ben benieuwd. Nou, eerlijk? Dat is toch hartstikke leuk zo? Wauw. Of niet? Ja. Mooi. Ik vind hem hartstikke mooi inderdaad. Oh, maar die micro zit er niet goed op. Manchester City, eentjes, auto, Pikachu, pizza, poeze. Van alles. Nou, leuk. Die kan ze mooi aan. Helemaal gecustomized. Kijk eens. Helemaal Gio. Ja. Helemaal Gio inderdaad. Deur dicht. En het is gelijk tijd om met mijn mooie, gloednieuwe Nibbits, of Jibbits heet het volgens mij, Jibbits, de deur uit te gaan. En de auto in. Wij hebben namelijk even lekker wat opgehaald. En dat gaat straks instappen. Ja. Het is Melanie. Met eten. Hallo. Kijk. Ik heb het eten. Lekker biefstukpuntjes. Ja. Heerlijk. Chip. Pokeball. Zo, zit hij eentje even lekker te hoesten. Ja. Ja, pokeballs voor Lin trouwens. Dus dat is ook wel goeie. Mama. Kijken of dat erin gaat. Gaat een beetje? Heb je een fles bij? Nee. Ik heb maar gewoon iets gepakt toen je nog lag. Oh ja, die eigenaar. Hoe heet jouw broer? Ik zei, ja, Gio. Huh? Hoe wist hij dat? Ja, dat meisje denk ik, die stond van, nee, niet zeggen. Oh. Hij zei, de volgende keer, dan moet hij zelf komen, dan moet hij een mooi filmpje maken en dan krijgen ze het eten van mij. Dat zeggen ze nu pas. Oh, dan had ik dat eerder gedaan. Zal ik nog even naar binnen rennen? Ja, wel leuk. Nee, doe ik de volgende keer wel. Kijk, wat lekker. Nou, ik voel me wel echt part of the girls vandaag, jongens. Hey. Ja, gezellig, hè? Echt gezellig. Zo, die beker, die doet het ook goed, hè? Dat is echt een groot ding ik eigenlijk. Ik heb hem al nog een keer gevuld. Oh, je drinkt meer uit deze dan de zwarte? Ja.
Deze nodigt meer uit om te drinken misschien. Ja, snap ik wel. Nee, ik heb gewoon meer kriebelhoest. Oh ja, dat zou het ook zijn. Deze past wel echt ook mooier bij het huis trouwens. Als ik hem... Nou ja, zwart, zwart past er ook bij. Mooi bij je bank. Ja. Ja. En bij de katten. Bij de katjes inderdaad, ja. Nou, ik heb hier lekkere biefstukpuntjes en aardappelpuree. En bami. Alsjeblieft. Oh, hebben we dat ook nog? Ja, en ik heb hier gebakken bananen. Ik vind gebakken bananen echt heerlijk. Maar jij vindt het niks, hè? Mm-mm. Jij ook niet? Ach, jij? Ja, ik vind gebakken bananen echt lekker. Een beetje poedersuiker eroverheen. Ik weet niet wat ze hier erbij gedaan hebben. Geen idee wat dit is, maar echt lekker dit. Nou, we gaan het even eten. Eet smakelijk allemaal. Oh, dit is denk ik vanillesaus of zo. Kijk. Oh ja, lekker. Nou, jij zit dus aan het gezonde. Zo, we hebben zoveel kritiek gekregen van jullie omdat we frietjes gingen eten. Maar zeg maar, de frietjes gingen we echt eten. Het was gewoon een beetje, dat was het enige waar je op dat moment zin in had, denk ik. Ja, ik had gewoon alleen daar zin in, ja. Hoe zijn de mensen zelf weten? Wat zijn de mensen dan? Ja, dat het echt niet kan, dat het super dom is en alles. En ik snap de reacties. Dat hij niet voor me kon zorgen omdat hij niks gezonds kon koken, maar ik wilde het gewoon zelf. Ja. En beter dat ik een frietje eet dan dat ik helemaal niks eet. Ja, dat is wel zo. Ja, je hebt het toch gewoon geprobeerd. Als het niet was gegaan, dan had je het wel... Ja. Nou, ik snap nogmaals de bezorgdheid. Super lief dat jullie allemaal zo meedenken inderdaad. Maar voor de mensen die zo'n reactie hebben achtergelaten, maar... Zeg maar, het is niet dat je doodgaat als je één keer friet eet. En die comments leken wel echt alsof het... Zonder zout. Ja, echt overdreven. Terwijl ik ontbijt gewoon... En ik lunch gewoon altijd normaal. Ik eet altijd normaal eigenlijk. Ja. Maar ga je het echt vertellen? Ja. Oh. Nou, ik wilde eergisteren bijna een zwangerschapstest gaan doen. Nee. Ja. Gefeliciteerd. Nee joh. Ja. Nee, nou, maar... oké, dat was het. Het verhaal vertellen we niet. We gaan door jongens. Ik had gewoon heel erg... Ik was heel erg misselijk. En ik had hier last van mijn buik. En... Ik had ineens trek in een broodje pindakaas. Nou, dat eet ik echt nooit. Ik dacht, hè, wat is dit nou? Hoe kan dit nou? Maar ja. Maar even ter duidelijkheid. Jij hebt toch geen seks met Jorn? Of? Ja, toch? Zeg maar, dan hoef je dat toch niet zo... Of... Nee. Nee. Nee, dat toch jij dat ook niet hebt. Nee, jij hebt dat nee ik heb ook geen seks met Jorn, nee. Wat is seks eigenlijk? Wat is seks eigenlijk? Maar doen jullie dat echt dan? Nee, niet. Oh, nee. Wat gaaf, hè? Gaaf? Nee, maar het was oprecht, terwijl ik dacht van, huh, hoe kan dit? Dat is echt heel raar. Ik was misselijk en ik had diarree. Lekker. Dus ik ging dat even googlen van eerste symptomen zwangerschap. En toen kon ik zeg maar wel tik, 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 tik. Ja, maar het is wel echt altijd als je op Google gaat zoeken. Of je hebt kanker, of je bent zwanger. Zeg maar, je komt altijd wel op iets ergs uit, zeg maar. En ik heb ook een spiraal. Ja, zwanger zijn is niet echt. Nee, maar zeg maar, als je het niet gepland wil doen, zeg maar. En, nee, en... Dat het niet gepland is. Ja, daar heb ik geen. Daar kan ik niks nee, over zeggen. Nee, dat is ook prima, ja. Maar je belde mij nog inderdaad van moet ik geen test halen. En dat, heb je het uiteindelijk gedaan? Nee, uiteindelijk niet. Nee. Wacht nou nog maar even, want misschien is het dadelijk weer over. En als je misselijk blijft elke ochtend of wat dan ook, dan moet je... Ja, maar die misselijkheid is wel echt raar, want dat is echt, dat heb ik zo lang niet gehad. Ja, dit was dus die website die ik had opgezocht. Maar één, dat word ik sowieso niet, want ik heb een spiraal. Misselijkheid had ik dus wel... Nou, die voel ik toch niet. Oh, Melly. Buikpijn. Ja, buikpijn had ik. Dat had ik. Bloedverlies had ik niet. Maar dit, vaak moeten plassen. Ik had in Amerika, had ik toch, toen we op het vliegveld liep, dat ik zo vaak aan de wc. Oh ja, ja. Toen zei je nog, ik moet de hele tijd plassen. Ja, ja. Toen zei ik nog van, hoe kan dit? Ik moet dat zo vaak naar de wc, terwijl ik normaal echt niet zo vaak moet. Ja. Ja, bijzondere eetlust en vermoeidheid. Was ik de laatste dagen. Maar het kan dat je alsnog zwanger bent, hè. En dat je ook gewoon sorry, maar dat kan wel echt. Ja, daarom. Maar dat ik zo vaak naar de wc moest, dat vond ik echt heel raar. Misschien moet je daar testen nog, Mel. Ja, zullen we die even gaan halen dan? Ja, kom, we gaan het doen. 9 uur. Is de winkel nog open hier? Nee, seizoen. Kijk dit jongens, mijn pa die kookt voor het eerst in hoe lang? Nou... Paar jaar? Kijk. Laat eens zien! En dan moet hij even speciaal voor bellen ook, hè? Ik zou dat ook echt doen. Ja, daarom zei ik, dat is echt een mannending. Ja. Ik denk dat die lekkere aardappelballetje dan... Nee, dat is koolstroomsaus. Je moet de dressing hebben voor de sla. Ja, die zoek ik. Waar is die? Ja, die staat één eronder. Nee, erbij trouwens. Erbij. Dit ben ik precies, jongens. Ik loop ook altijd in mijn eigen keuken te zoeken waar allemaal spullen staan, want ik gewoon geen idee waar staan. Ja! Ja, de dressing. Over de sla. We zijn bij Jenga beland. Oh, die ging er makkelijk uit. Nu is het jouw beurt, Mel. Elke keer denk je,
nu gaat hij vallen, deze rol. Ja, we zitten zeg maar ook op een wankelende tafel, jongens. Dus zeg maar, het maakt het ook nog een stuk moeilijker. Ja, waar ga je hem pakken? Waar ga je hem pakken, Mel? Oh. Nee, niet zo! Oh, ik weet het! Ik zag je duwen! Ik deed niks. Nee, ja, ja, maar nee, nee, dat ging voor ongeluk. Ik leende met mijn elleboog op de tafel. Echt waar? Dat deed hij net ook al. Nee, echt, dat ging echt voor ongeluk. Die mag jij mij filmen. Oh, je moet hem ook zo kut in het midden leggen. Huh? De bel. Oh! Oh. Oké, okay, nu is het dus mijn beurt. We zijn al best. Oh! Makkelijke! Nou, kijk hem wankelen, jongen. Oh. Ja! Oh, dit wordt een moeilijke verleden. Oh, nee! Oh, nee. Oh, ik dacht dat je hem had! Omdat ik hem neerlegde, raakte hij daar wel op. Ja, zonde. Je legt hem weer aan de goede kant. Ik had er aan een andere kant in moeten leggen. Ja. Dan had hij een balans gebleven. Ja. Helaas, jongens. Nou, jongens en meiden. Wij gaan lekker slapen. Morgen staat er een leuke dag op de planning voor mij. Het is nog niet zeker of Lin meegaat morgen. Maar ik ga er nog niet te veel over vertellen, jongens. Dat zien jullie allemaal pas in de vlog morgen dus. Want dan gaat er dus iets leuks gebeuren. Weet je of je meegaat of nog niet? Nee. Je weet het nog niet. Nee, ik weet het nog niet. Je ziet het morgen wel. Ja. Oké. Maar morgen gaan jullie dus zien waar ik het net over had. Want dat ga ik nu nog niet vertellen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Het was super gezellig. Maar morgen om 5:30. Zit je klaar morgen om 6:30? Ja, maar natuurlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Zet je record altijd? Ja. Ja, Link kijkt wel nog steeds elke dag gevlogd. Tenminste, ze scrollt er doorheen, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar jongens en meiden, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot morgen om 5:30. En dan zeg ik nu later.